Een nieuwe stap in de politieke carrière van CDA Ria Ome. 25 jaar lang zat ze in het Europees Parlement. Nu stopt ze ermee, althans een paar maanden geleden. Dan zou je zeggen, uh, tijd om eens wat rustiger aan te doen. Ja, lijkt me wel na die hele mooie, politieke, lange politieke carrière. Vier maanden zat u als het ware een beetje stil, althans in no. de media. No. Maar u komt terug, want zojuist is bekend geworden: u wil naar de Eerste Kamer. Het CDA Limburg heeft vandaag een persbericht rondgestuurd dat ik uh, kandidaat ben voor de Eerste Kamer. René van der Linden, een uh, heel goed senator. Houdt hem houd ja. op. En dat is de kans voor het CDA Limburg om iemand anders voor te stellen. En de Eerste Kamer is een kamer voor reflectie. Uh, is niet bezig met de dagelijkse politiek. Al lijkt het er de laatste maanden toch een beetje anders op. Maar die reflectie betekent dat je ook een soort bagage moet meebrengen om te beoordelen of de wetgeving, die vaak in de haast gemaakt is in de Zedekamer, vaak ja. coalitiemaatregelen zijn die uh, uh, niet altijd even goed doordacht zijn, of vanuit de ervaring die een mens meebrengt. Of je dan uh, een aantal dingen zou moeten en zou kunnen verbeteren. Ja, dus u zegt dat die is kamer de Kamer die heeft ja, waarje eigenlijk uh, nodig. Ja, het, het, men heeft mensen nodig die vanuit een bepaalde ervaring ja. goed kijken naar alle maatregelen, naar alle plannen die door de uh, Tweede Kamer of via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer komen. En dan pas het zegel krijgen van, uh, van de koning, dat het ook wetgeving is. Ja mensen met ervaring zijn dus hard nodig in die Eerste Kamer. Zitten er nu allemaal. Er komt natuurlijk een nieuwe kamer in mei. met mogelijk ook uh, u daarin. Politieke ervaring, die heeft u. Want we hebben even uw cv'tje op een rijtje gezet. Laten we eens even kijken wat u allemaal gedaan heeft. U bent begonnen bij de Plem, de Limburgse elektriciteitsmaatschappij. werd al heel zit, snel. Fabien, sorry, zit een cv en een paspoort tegenwoordig trouwens ja, al? Ja, dat, ja. Is nieuw, dat is nieuw. Zeker hier bij Avondkasten. Dit is het loopbaanpaspoortje. U bent voorzitter geweest van de jongerenafdeling van het CDA. Lid van de Tweede Kamer geworden begin jaren 80. Lid van het partijbestuur ook nog geweest van het CDA. En vanaf 89. Zoals iedereen weet, tot uh, dit jaar bent u lid geweest van het Europees Parlement. Na 25 jaar zou je kunnen zeggen. het is misschien parttime, die Eerste Kamer, maar pff, laten we me met rust. Ja, het is één dag in de week. En kijk, die Eerste Kamer die wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Het is een hmm. gekrapt, getrapte verkiezing. En wat nu belangrijk is en waar ik denk, en ook het CDA Limburg vindt dat meer aandacht voor moet komen, dat is. De rol van de regio, de rol van, van Limburg, maar ook die rol van Limburg in de EU-regio. Dus je zou ook mensen moeten hebben die ook verder kijken dan alleen uh, de gewone wetgeving, maar die ook bepaalde politieke aspecten erin brengen. Maar zijn ze bijvoorbeeld bij u terechtgekomen? Want u heeft het nadrukkelijk over de EU-regio. U heeft natuurlijk een bulk Europese ervaring. Ik heb niet alleen uh, regionale en ook Europese ervaring, maar ik denk dat ik ook op een aantal andere dossiers kijk, bijvoorbeeld naar sociale zekerheid, kijk bijvoorbeeld naar pensioenen, uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, buitenlands uh, politiek beleid, maar dat ik wat dus... ervaring heb opgedaan. Ja. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat in die reflectie die de Eerste Kamer moet bieden, dat men daar ook veel meer kijkt van. wat gebeurt er grens overschrijden. Als je nu kijkt naar het belastingplan van vorig jaar, waar we die rotmaatregelen hebben aangekondigd uh, voor de pomphouders. Mm. Nou, als er een reflectie was geweest van... kijk ook wat er over die grenzen gebeurt... dan was het waarschijnlijk anders gegaan. Maar gaat u zich daar eh, nou, sterk voor maken... voor ja, die regionale problematiek die u nu aangaat? Ja, aankaart? Ook, ook. Kijk bijvoorbeeld naar het, het, het nieuwe... Uh, Nederlands-Duitse uh, verdrag... dat gesloten wordt. Heel veel consequenties heeft voor mensen... Die in, het, die in Duitsland gewerkt hebben... en in Nederland wonen of omgekeerd. Nou, ik denk dat je dit soort ervaring... dat je die moet maar meebrengen. Die, en die moet accenten reflecteren. eruit, dat is heel pijnlijk natuurlijk voor al die pomphouders in de grensstreek... waar mensen zijn ontslagen, daar dreigen faillissementen. Denkt u dat u dat had tegen kunnen houden? Zo'n vreselijke maatregel, althans vreselijk voor de grensstreek. De eh, Eerste Kamer zal alleen maar ja of nee op wetgeving mm -hmm. zeggen. Echter, en dat is een praktijk die al jaren gegroeid is... dat de regering steeds meer uitgedaagd wordt... om te komen met een novelle. Dus een, 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 een wijzigingsvoorstel om ook die meerderheid in de senaat achter zich te krijgen. En ik denk dat je als komend vanuit die Limburgse regio precies weet. Welke problemen er spelen in die regio. En dat de, uh, het Haagse Binnenhof daar veel meer rekening mee zou moeten houden. En dan gaat het niet alleen om de één ding, dan gaat het ook om de fractie. Dus als straks iedereen voor uh, het CDA zou stemmen in Limburg, dan weten we ook zeker dat we iemand in de Eerste Kamer hebben die ook kan reflecteren op datgene waar. Maar daar in, zit in natuurlijk al iemand van het CDA uit Limburg in de Eerste Kamer. Die gaat weg. Heeft hij het René... niet goed gedaan? Ja, zeker. Ja, René dat heeft hek, dat he? uitstekend gedaan. René heeft dat niet alleen goed gedaan, hij was voorzitter van de Senaat. Een mm. belangrijkste, ja. belangrijkste dus. Uh, hij was uh, voorzitter van de Raad van Europa, heeft dat uitstekend gedaan. En ik zal ook heel veel van de zaken die hij gedaan heeft, zal ik uh, uh, ook zeker. Hij gaan heeft een doen. sterke opvolger nodig. En... Dat Absolute. bent u. Dat hoop ik. Als wij ja. nou een, over drie, vier jaar even terugkijken op dit moment, dan, horen we, dan pakken we dit fragment er natuurlijk bij. Waar gaat u zich nou sterk voor maken dat we kunnen zeggen, nou kijk, dat heeft Ria Ome in die tijd daar bevestigd of, of neergezet? Ik functioneer anders in de politiek. Dat betekent dat ik een mens ben dat iets wil bereiken, iets alleen maar ook maar kan bereiken, wanneer we dat in gezamenlijkheid doen. Uh, in de politiek speelt erg, en dat is met name in de Tweede Kamer, was ook in het Europees Parlement zo. Uh, maar het zal ook in de Eerste Kamer niet anders zijn. Dat is een gunfactor. Dat betekent dat ik ook anderen moet gunnen en ook zal gunnen, dat we in gezamenlijkheid tot de beste besluiten komen die voor uh, onze regio, ons Limburg, onze EU regio van belang zijn. En dat ontbreekt het nu nog af en toe aan, vindt u? Bijvoorbeeld in de Eerste Kamer. Ik heb het gevoel. Dat er te veel uh, randstad zit. En uh, dat moet doorbroken worden. Maar één worden. Limburger in de Eerste Kamer, uh, dat kan toch ook niet veel veranderen? Ja, Dan bent roep... u toch ook roepende Eersteen? Ja, nee hoor, dat uh, ligt aan de overtuigingskracht. Mm. In de tijd dat ik in de Tweede Kamer zat en we de perspectieven nooit aan Limburg hadden. Heb ik altijd gezegd, het beste is als we het Limburg laten verdedigen door iemand die in Friesland is. En dat betekent dus dat je in een fractievergadering alle uh, uh, energie moet steken om ervoor te zorgen dat ze de goede besluiten nemen. En nou, ja. daar gaat u voor zorgen? Dat heb ik altijd gedaan. En het hoeft niet het plaatje Ria Oma opgeplakt te worden als het maar gebeurt. Waarom wil u niet gewoon op een gegeven moment weg bij die politiek? Weg uit Den Haag, Brussel, Straatsburg. Klaar? Ja, ik merk dat in de dingen die ik nu doe, of dat nu uh, voorzitter van een nationaal park is, of dat uh, bestuurslid is van een groot pensioenfonds, of dat toezichthouder is ergens, dat toch steeds die politiek. Uh, uh, op de loer ligt en dat je die politiek toch steeds moet volgen. Dit is niet een functie van de 80 uur die ik continu heb mm -hmm. moeten werken. Dit is een, uh, ja, een deeltijd uh, toch een politicus. Het is een deelt uren, ja, het ja. is één dag in de week. Je zult dan wel ook je stukken nog uh, heel ja. goed moeten bestuderen. Maar bepaalde Kamerstukken waar ik belangstelling voor had, uh, doe ik nu al. Ja. Kijk naar de grensoverschrijdende zorg. Ik heb ja. daar in het Europees parlement aan gewerkt, Ik kon moment, dat toch Jeroen niet zit. Nou, dat, dat dossier, uh, de wetgeving die ervoor zou, zou gaan zorgen mm -hmm. dat niemand meer een vrije artsenkeuze over de grens heeft, ja. dat soort wetgeving, daar ga ik nu ook op in met de collega's van de Eerste Kamer. Mm -hmm. Eerst moet natuurlijk uh, een nieuw Limburgs parlement, dat geldt ook voor die andere elf provincies, ja. uh, gekozen worden. Die gaan uiteindelijk die samenstelling bepalen ja. van de Eerste Kamer. Qua visie van mensen op die Eerste Kamer gaat u eigenlijk vanuit Brussel, vanuit. Ja, Niet heel sexy naar nog minder sexy als u in de Eerste Kamer terechtkomt. Ik bedoel ik niet u persoonlijk, ja. maar het instituut natuurlijk. Nee, nee ik hoef ook niet uh, bepaald niet sexy gevonden te worden. Nee. Uh, wat ik sexy vind, is dat er goede besluiten genomen worden. En besluiten die niet, die niet voor mij van belang zijn, maar die voor heel Limburg van belang zijn. Helder. In mij, dan horen de, we het. Hè? Ja, precies. Bijvoorbeeld de paardensport uh, hier. Uh, de provincie wil zich profileren als paardensport. Bent u daar op een of andere manier bij, bij betrokken? Hebt u daar een visie op? Nee, ik, ik ben er niet bij betrokken. Ik heb er geen, uh, geen visie op. Ik vind alleen de paardensport heel mooi. Het zijn edele dieren, het zijn verstandige, intelligente dieren. Ik heb ooit geprobeerd om uh, paard te rijden. Dat scheen mij uh, goed, uh, redelijk goed af te gaan. Uh, ik vind het heel mooi. En ik denk dat we alles moeten doen in onze regio om ervoor te zorgen dat die regio voldoende kwaliteit behoudt, ook voor de toekomst.